Ik verwacht vrijspraak. Ik zat niet in de leiding. Ik heb niets gepland. Ik heb opdracht uitgevoerd. En de persoon die ik moest halen, de twee personen, één was Kamperveen en die andere was Derby. Toen ik bij Kamperveen aan ben gekomen, zijn een korte broek. Als ik weet dat die man dood gemaakt moet worden, dan zou ik hem zo meenemen. Ik heb hem de gelegenheid gegeven om zich te gaan omkleden. Maar hij moet bij de bevelhebber komen. Ik weet niet wat de planning was. Ik zat niet in een planning. We zijn wel bij elkaar gekomen om ons zo zijn op de hoogte te houden dat er een coup van buiten komt. Maar we zijn niet voorgehouden dat er moorden gaan plegen. Nadat ik Kamperveen heb afgeleverd, moest ik Derby halen. Ik heb geklaagd over, als het op deze manier moet, dat ik ga met twee mannen in een jeep. En op een gegeven moment staan er 20 militairen. Nadat ik die man de gelegenheid heb gegeven om zich te gaan verkleden, worden die man zijn huis een rocket launcher geschoten. Ik heb met zware wapens geoefend, maar ik heb geen zware wapens gedragen. Dus je heeft alleen opgehaald? Ik heb opgehaald. Daarna moest ik buiten controleren de branden en moederbond plat schieten. Je was er niet bij toen de executies plaatsvonden? Nee, ik was niet daar. Ik was er niet. En hoe gaat u nou naar binnen? Rustig. Maar als mens doet het je toch wel wat. Ik ben verdachte. Van de kruisraad van 31 Ik heb al problemen met mijn gezondheid. Ik heb een ziekte gevraagd. Ik vind het onredelijk. Onredelijk voor een persoon die heeft geprobeerd om de waarheid naar buiten te brengen. Eerlijk en oprecht. Niet staan liegen. Eerlijk op en oprecht. De waarheid. Om dit ding, net zoals de oude term zegt, een plaats te geven. Om om ons land verder te stuwen naar betere tijden. De groep van 16 was na 25 februari, kort daarna, mij eensiens, niet meer de groep van 16. We werden tegenover elkaar gezet. De ene, als hij iets van je hoorde, werd je gekonkeld bij de bevelhebber. Ik was twee dagen na de coup niet meer eens met wat er gebeurde. Dat was niet de afspraak dat we hadden gehad. We hadden afspraak gemaakt voor een beter Suriname. Ik heb niet aan de tafel gezeten om een moordpartij te organiseren. Ik weet er niets van. Men heeft me in de groep van 16 niet vertrouwd. Men heeft me daarom ook niet laten bij zijn bij de tijdens het moorden, want in 1980 bij de coup, toen ik de militaire, de politieagent aan de Keizerstraat op hun buik heb laten liggen, toen ik later in de kazerne ben gekomen, heeft men me kwalijk genomen dat ik ze niet heb neergeschoten. Toen we de coup gingen plegen, was het voor land en volk. Dat is in mijn achterhoofd gebleven. We hebben gezegd, zo min mogelijk of helemaal geen doden. En dat is in mijn achterhoofd gebleven. En dat is tot nu vandaag aan de dag. En daarmee zal ik sterven. Ik zal me nooit laten gebruiken om mensen op te halen om te vermoorden. Want anders had ik dat op 25 februari al gedaan. Dan had ik politieagenten allemaal had ik neergeschoten. Het volk neergeschoten. Ik was de eerste IP in de stad. Met de .50. Mensen op Kerpelani en winkels openbreken. Ik schiet naar boven dat ze kunnen vluchten, dat ze kunnen ophouden ermee. Ik heb
nooit de bedoeling gehad om iemand pijn te doen. Maar wat er vandaag is beslist, is me pijn doen. Wat gaat u nu doen? Wat ik ga doen, weet ik niet. Ik denk niet dat ik ga wachten op 31. Ik kan er niet meer mee leven. Kijkt u, ik dialyseer al 10 jaar, weet u hoe pijnlijk het is? Vannacht moest mijn dialysedag zijn, ik ben gekomen hier zo bij de zitting. En niemand moet me kwalijk nemen, het zal mijn wil zijn. Als ik dit doorsnij. Liever dat. Misschien zal het een oplossing brengen. Om een beter Suriname te hebben. Misschien moet ik mezelf offeren. En wat zou u daarmee opschieten dan in Suriname? Dat een beter Suriname, dat men gaat zien dat Roosendaal niet aanwezig, geen planning heeft gemaakt, niet aanwezig was bij de moorden. Wat about de hoofdverdachte? De hoofdverdachte is zo laf. Waar hij eigenlijk, hij heeft een strafeis gehad. Hij moet zich terugtrekken als president. Vanaf het begin als president is hij een bevlekte president. Je zegt altijd dat alle verdachten gewoon de waarheid moeten vertellen. Ja, laat ze eerlijk en oprecht zijn. Laat Boutersen zijn verantwoordelijkheid nemen en vertellen. Wat dat ook, ik ben nieuwsgierig om te weten waarom dit moest gebeuren. Ik ben bij geen enkele opstand of wat dan ook. Ik heb me er mee bezig gehouden. Politiek interesseert me niet. Maar wat about het platbranden van die radiostations dan? Ik heb geen radiostations afgebrand. Ik moest controle doen. De moederbord moest ik samen met twee andere platzitten. Ik heb een militaire opdracht gehad om uit te voeren. En dat heb ik uitgevoerd. Wanneer ik had geweigerd, dan was ik misschien ook de 16e man of de 16e man die neergeschoten zou worden. Die mensen waren ziek bezig. Dus de straf doet pijn? Het doet pijn, ja. Het doet nog zeer pijn. Ik had verwacht dat ik vrijspraak zou horen. En 10 jaar onvoorwaardelijk vind ik niet eerlijk, niet oprecht.